Goedemiddag, beste mensen allemaal, op het verjaardagsfeest van Flanders Food, 15 jaar. Bij Flanders Food moeten we een beetje van alles kunnen. Vandaag ben ik reporter ter plaatse. En ik sta hier in Melle in de Food Pilot. We hebben heel wat te vieren en we hebben heel wat plannen voor de toekomst. Onder andere gaan we naar de volgende jaren toe nog heel wat extra middelen en mogelijkheden scheppen voor onze bedrijven. We gaan een aantal nieuwe piloten gaan oprichten, zoals een bakkerij, een eiwitextractielijn, een brouwerij, een frietjesfabriek enzovoort. En dat gaan we volgend jaar allemaal realiseren en ook onder andere met de hulp van de Food Pilot hier in Melle. Ik sta hier bij Lieve Herman, zij is afdelingshoofd van de afdeling Technologie en Voeding en de grote baas van de Food Pilot. De ideale persoon natuurlijk om te vertellen over het verleden, heden en toekomst van de Food Pilot. Lieve, goedemiddag. U bent momenteel rechtstreeks verbonden met de kijkers. En ik zou je een paar vragen willen stellen over de Food Pilot. 9 jaar geleden zijn Flanders Food en Ilvo samengegaan, hebben de Food Pilot opgericht. Hoe zou jij de evolutie van de Food Pilot willen omschrijven? Ja, Bart, ik kijk eerlijk gezegd met enorm veel genoegen terug op deze 9 jaar. Het waren voor mij zeer boeiende jaren en ik schets altijd de evolutie in 3 fasen. De eerste fase was eigenlijk de initiële fase. Ons gebouw renoveren en die toestellen aankopen. De samenwerking met Flanders Food, dat was toen Erwin Lamotte, samen met Vlaio en samen met de bedrijven. We hebben heel belangrijke keuzes gemaakt. We zijn gegaan voor toestellen die gemakkelijk opschaalbaar zijn, industrieel. We zijn gegaan voor toestellen die een dienst reeds hebben bewezen. En we hebben in onze Food Pilot een demoruimte gemaakt waarin meer experimentele toestellen ook hun plaats vinden. In de tweede fase zijn we praktisch aan de slag gegaan met onze bedrijven. En daar hebben we eigenlijk gemerkt dat alleen een Food Pilot, alleen pilootinfrastructuur niet voldoende is. En dan is eigenlijk het concept geboren van idee tot product. We hebben de expertise van Ilvo mee ingelast in de Food Pilot werking. Onze analyses, onze smaak- en geurcompetenties. En die hebben samen dan de Food Pilot gemaakt. En we hebben ook onze communicatie geprofessionaliseerd. Dat was ook nodig. En dan, nu, zitten we in de huidige fase. En dat is eigenlijk proberen te consolideren wat we hebben. En verder ons mee in te lassen in de toekomstige noden van wat de maatschappij van ons verlangt en ook de bedrijven. En dat zijn dan bijvoorbeeld de eiwittransitie of voeding en gezondheid, digitalisatie. En natuurlijk belangrijk is dat wij ook onze klanten kunnen blijven bedienen. Want wij hebben toch wel jaarlijks 500 bedrijven hier in de Food Pilot, 500 pilottesten, 20.000 analyses dus dat, en een 100-tal adviezen. Dus dat is toch wel een heel grote opgave. Okay. Prima, mooi om te horen. Nu, jullie krijgen dagelijks bedrijven over de vloer voor advies, voor testen, voor analyses. Hoe pakken jullie dat eigenlijk in de praktijk aan? Ja, dat is eigenlijk een heel interessant gebeuren voor ons, omdat wij door eigenlijk die interactie met de bedrijven heel nauw weten of heel nauw voelen waar hun noden zich eigenlijk situeren. En wij passen dan ook continu aan waarin wij onze competenties en onze investeringen verder ontwikkelen. Eigenlijk altijd op basis van wat wij krijgen vanuit de input van onze bedrijven. En zo hebben wij eigenlijk volop ingezet op zaken als houdbaarheid, reiniging en desinfectie, etikettering, dus allemaal smaak en geur, maar ook nu, meer recent, op digitalisering, data-analyse, sensoren, ook op technieken om
eigenlijk de kwaliteit in meer online in onze bedrijven te meten, zoals Malditof, infrarood, nier-infrarood. Dus wij gebruiken deze informatie van de bedrijven om zoveel mogelijk onze, heel onze werking daar naartoe te richten. Super, oké. Dank u wel. Nog een laatste vraagje misschien. U heeft de Foodpilot eigenlijk gebracht tot waar ze vandaag staat. Maar u heeft vast en zeker ook plannen voor de toekomst. Wat zijn je ambities voor de Foodpilot voor de toekomst? Ja Bart, dat klopt. Wij blijven ambitieus en ik denk dat dat ook zo hoort. Want zijn wij die moeten ons richten naar de noden van de toekomstige maatschappij. En ik denk dat dit ongelooflijk snel evolueert. Dus wij richten ons, als we naar de toekomst kijken, dan denk ik aan bijvoorbeeld het nog beter begeleiden van start-ups en KMO's. Wij zouden de Foodpilot nog meer naar een richting, ook als incubator, willen verder doen groeien. Waar ook plaats is voor een vrije experimenteerruimte van start-ups. En zeker ook waar eerste lijnsproducties kunnen verder kunnen uitgevoerd worden, zodanig dat men al eens kan aftoetsen bij de klant of het wel zal aanslaan. En ik denk ook dat we goed ons moeten de voedingssector en de agrovoedingsketen in het volledige verhaal moeten inbedden van de bio-economie en de circulaire economie. En dat daar ook wel heel wat kansen liggen om een meerwaarde te creëren voor ook reststromen van de agrovoedingsproductie naar een hoogwaardige valorisatie toe. En dan natuurlijk ja, hele dataverhaal met artificiële intelligentie, waar wij ook moeten, denk ik, verder op inzetten. Oké. Super, dank u wel. En ja, wij zouden er toch willen op staan om u van harte te bedanken voor al uw inzet voor de Foodpilot en de samenwerking met Flanders Food. En dan zou ik graag in naam van Flanders Food u deze bloemen willen aanbieden als dank voor de mooie samenwerking. Dat was absoluut niet nodig, maar heel hard bedankt ervoor. In niet-coronatijden zou ik u graag 3 piepers geven, maar dat gaan we nu even niet doen. Hè? We houden goed, Bart. Goed. Ja. Zo, beste kijkers, dit was Lieve Herman vanuit de Foodpilot. Ik hoop dat we met haar nog jarenlang een mooie samenwerking kunnen hebben. Ik ben er zeker van. De aandachtige luisteraar zal, of kijker zal misschien gehoord hebben dat ik ook het gehad heb over een brouwerij. Dat moet ik even rechtzetten, dat is niet ons verhaal. Daarentegen komt er nog wel een keuken bij, dit als kleine rechtzetting. Goed, dit was het vanuit de Foodpilot in Melle. Nog veel plezier en tot later.